Ik ben Laureen en ik ben gewerkt op kantoor om een video te maken over mijn 7 days, 7 outfits. Het is maandag, dat is een beetje mijn slechtste dag, maar we gaan het toch eventjes tonen. Ik ga naar de fitness vandaag. Alan, dus mijn outfit vandaag is daaraan gelinkt. Sportsbrands. Ik heb een Reebok-kleding aan. Past mooi aan. Ik ben een beetje geobsedeerd door Reebok. Ik ben ook heel lang gesponsord door hem, dus ik heb heel veel Reebok. De shoes, zoals jullie zien, zijn een beetje meer een loopmodel. Dit topje doe ik gewoon aan momenteel. Enkel en alleen omdat het een beetje frisser is. Maar dat gaat waarschijnlijk van zodra de workout begint uit. En dan ga ik doen wat het eronder zit. More be back. Kijk eens aan, kijk eens aan. Het topje dat ik erover aan had is van Michi. En heb ik gekregen bij een commercial shoot. Dinsdag. Mijn outfit vandaag is voor de dansles. Ik ga een heelsklas nemen. Dus het is iets sexier geworden. Het is geen typische hip-hop outfit. Ik heb een mooie body aan van Hunkemöller, zoals je kan zien. Een beetje sexier. Heel veel mooie kleine details. De rug van achter is ook heel mooi. Ik heb er een BH onder gedaan, want anders is het voorzichtig. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Ik heb daarbij een baggy broek aangedaan om het een beetje te breken, dat het niet gewoon allemaal te sexy is. Dat is een chefbroek van Dickies. Zoals je kan zien. Ik draag die hoge taille, dat is een mannenbroek. Die heb ik gekocht en ik er $10 of $15 voor betaald. En dat heb ik aangedaan met mijn danshakken. Die heb ik in een Senti L gekocht in een goedkoop winkeltje ergens. Die zijn heel stabiel. En dat is mijn outfit voor vandaag. Happy Wednesday, or hump day, zoals ze wel zeggen. Het is het midden van de week, daarom noemen ze dat hump day. Ik heb vandaag een meeting met een choreografe. Gedurende een paar uurtjes en dan moet ik wat boodschappen gaan doen. En ik heb gewoon vandaag een beetje een meer casual look aan. Het is vandaag Urban Outfitters dag, want alles wat ik aan heb is van Urban Outfitters. Mijn petje, mijn hemd. Het is een mannenhemd, ik draag dat over een iets strakkere jeans, zodat ik toch niet te baggy ben. Mijn jeans is ook van Urban Outfitters, hoge taille, skinny jeans. En dan heb ik die aan met Black Label van Astrid. Oeps. I'm all about accessories. Dus ik heb mooie ringetjes aan. Gouden ringetjes in mijn eerste gaatje. Met een Egyptisch kruis. Dat is een hangertje dat ik van mijn papa heb gekregen. Dat hij aan zijn ketting droeg. Ik heb aan mijn oorbel gehangen. En dan in mijn tweede gaatje heb ik dolfijntjes. Dat zijn oorbelletjes van mijn mama. Ik heb ook een ketting die daarbij past. Die heb ik vandaag niet aangedaan. En dan extra bij mijn kristal dat ik eigenlijk altijd draag. En daaronder een mooie Griekse ketting. Een typisch Griekse motief. Met een Griekse ring die daarbij past. Die daar ik al daar rond draag. Say my name, say my name. Hallo, het is donderdag vandaag. En ik heb een videoshoot met deze mooie dame. Hop, say hi. Hi. We doen een video voor haar waar dat zij leuke locaties in LA vindt. En we gaan daar een freestyle opnemen. Dus ik heb mijn haar vandaag wat 90's gedaan, vlechtjes. Ik heb vandaag een fleurige outfit aan. Omdat we alles gaan shooten in een groene achtergrond, dus tuinen. Dus ik dacht dat het misschien leuk zou zijn om iets flashier te gaan vandaag. Oké, dus mijn top is van ASOS, rood. Het is eigenlijk een kleedje, ik heb het onder de broek aan, dus je ziet het niet. Het is eigenlijk een kleedje tot hier. De broek is van Dickies. Dat is een werkbroek. Ik heb die ingenomen zodat het hoge taille is. En dan mijn schoenen zijn van Adidas. Omdat ik ga dansen vandaag, heb ik een comfortabele schoen aan. Ik heb die gekregen bij Dua Lipa Performance, na de show. Super licht en nice on the feet. En voilà, mijn outfit of the day! Aloha! Vandaag is het vrijdag. Ik heb een optreden vandaag. Ze vroegen mij om zelf een outfit mee te brengen. Iets dat wat meer flowy was, vloeiend, om een contemporary freestyling te doen. Dus ik heb gekozen voor een kleedje. Het is een beetje een sexier kleedje. Heel vloeiend en los, een beetje vintage stijl. Het komt van Urban Outfitters. Het is een mooi décolleté. En ik doe er schoenen bij aan die stoer maar elegant ook zijn. Met een mooie naaldhak die van Zara zijn. Fuck around the yacht, I've been a pool. She an addict, addict for the lifestyle in the paddock. Daddy, have you ever felt Chanel fabric? Hi,
Hallo iedereen, het is vandaag zaterdag. Ik heb voor een thema gekozen dat past bij het thema van de dag. Ik ga naar een rooftop party voor een van de leden van Major Lazer. Mijn vriendin danst voor hen en ze had mij uitgenodigd. Het is een beetje Caribbean vibes, even though it's almost Christmas. Maar vandaag is het nog mooi weer. Dus voilà, mijn outfit van de dag hierbij. Ik heb een topje gekozen dat nog altijd kort is, crop top. Een beetje bodyschouder, if you want to. Maar niet verplicht natuurlijk. Van Dollskill. Dollskill.com is een online winkel. Super coole kleren. Daarbij draag ik een dikkiesbroek, zoals je kan zien. En dan draag ik dit met schoenen die ik gekregen heb bij de Energy Music Awards waar ik voor heb gedanst. Voor Oh Ja Ja. Dat zijn de schoenen waar we mee opgetreden hebben. En ik heb die mogen houden. En dat is mijn outfit of the day. And I am ready to go get my boogie on. En voilà, we hadden het beste voor het laatste. We zitten vandaag bij de laatste dag. En het is zo moeilijk om te filmen elke keer van kop tot teen. Maar zoals je ziet, vandaag is het een beetje een sexy dag. Enfin, sexy dag, het is een auditiedag, dus ik ben voor de auditie gekleed. Een beetje rock'n'roll style. Ik probeer altijd een beetje mijn eigen ding te doen. Dus om het sexy te houden, want ik moet altijd lawien. Mijn badpak is van ASOS. Dus dat is eigenlijk een badpak dat ik draag als stopje. Ik heb daar een veiligheidsbelt bij gezet, zodat het niet loskomt als ik dans. Heeft een mooie rug, zoals je kan zien. Je ziet mijn tatoeages. Daarbij draag ik een shortje van Levi's. Dat is een custom made shortje dat ik in een vintage winkel heb gekocht. Je ziet de pins hier aan de zijkant, de kleine details en dan aan het zakje ook. Super cool, ik heb die al super lang, nu die al 5 jaar of zo. En dan, last but not least, mijn absolute favoriete schoenen. De enige botten waar ik ooit in dans, omdat ze zo comfortabel zijn, zijn Dr. Martens. Daarbij hebben jullie mijn laatste outfit van de week. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten en dat ik misschien sommigen heb geïnspireerd. To dress more like me. Grapje, nee. Ik ben een beetje all over the place met mijn stijl. En dat is gewoon hoe ik een beetje ben ook als persoon. Dus ik heb graag verschillende persoonlijkheden in hoe ik mij kleed. En ik kan me dat dan ook veroorloven aangezien dat ik dans. Dus ik mag elke dag een andere Laurien zijn. En dat is mijn favoriete ding. On to the next one. Dank jullie om te kijken.